zitten nu op 3 kwartier rijden van Erbil bij een checkpoint op 30 kilometer van Mosul. Er staat een lange rij met auto's te wachten. Hier worden mensen opgevangen die nergens meer heen kunnen of die het opgegeven hebben, dat wachten bij die checkpoint. Ik zie heel veel hele kleine baby's, oude mensen. Het is werkelijk snikheet. Mensen zijn bang, mensen willen weg. En ja, dit is natuurlijk ook verschrikkelijke omstandigheden. Het kamp is te klein, het wordt nu al te vol. Dus ze zijn bezig om op een terrein hiernaast een veel groter kamp te bouwen. Maar dat moet eerst vrijgemaakt worden van bommen en mijnen. Dit gebied is natuurlijk heftig gevochten de afgelopen jaren. Dus van allerlei van dat soort troep achtergebleven. En dat moet eerst opgeruimd worden. En het toeval wil dat ik hier nou direct bij het binnenlopen van dit kamp stuit op medewerkers van de Mines Advisory Group. Die wij financieren om dit soort acuut werk te doen. Dus het is natuurlijk wel weer heel leuk.